laatste Toyota Supra van de vierde generatie van de band. 17 jaar bleef het stil. Toen kwam in 2019 de vijfde generatie, de Toyota Supra met een 3 liter zescilinder van BMW. Veel vooroordelen, iedereen zegt dat het een verkapte BMW is, de Z4 M40. Wij gaan het vandaag met jullie doornemen en jullie laten zien wat deze auto nou echt is. Nou, om te beginnen het hart van de auto. De welbekende 6-cilinder inline van BMW. Nou is dit blok goed voor 340 pk en 500 Nm. Al blijkt uit enkele rolbanktesten dat die ver over die 500 Nm heen gaat. Dit blok stuurt die 340 paardenkrachten naar de achteras. En wat ook leuk om te weten is, is dat deze Toyota Supra in 4,3 seconden naar de 100 springt. Een topsnelheid van 250 km per uur is het toch wel een heel leuk bommetje. Een tegenhanger van de Porsche Cayman. Ja, voor de echte BMW liefhebbers en natuurlijk ook de Supra liefhebbers kan er iets niet ontbreken bij deze auto. En dat is natuurlijk een actief sperdifferentieel. Hier onderin, als we gaan kijken, zien we heel onderin een actief sperdifferentieel dat ook nog eens gekoeld is. Daarmee ga je uiteindelijk natuurlijk wel het resultaat hebben wat je wenst. Gooi hem een keer om en doet het. En blijft ook nog eens lekker functioneel. Ja, het uiterlijk van deze Supra, de vijfde generatie, vinden we ook nog eens een achteruiterlicht wat geïnspireerd is op de racerij. Het is in dit geval het achteruiterlicht. En natuurlijk bij de racerij zien wij dit eigenlijk als het derde remlicht. Want dat knipperen bij hoge snelheden vol in de ankers. Leuk feitje, het Supra logo is ook vernieuwd. Ze vonden het toch wat verouderd na 2002. Eigenlijk zijn maar heel kleine veranderingen zichtbaar. Die S overigens, die is door de Supra ontwerper wel echt over nagedacht. Die S van het Supra logo is namelijk afkomstig van de bocht op de Nürburgring, de weercijfer. Mooie S-bocht en natuurlijk daarom ook herkenbaar in het logo. En zo verwijst men weer dat de Supra thuis wordt op het circuit zoals de Nürburgring door slijt. Dit was het weer voor deze keer. En ik ben eigenlijk al heel benieuwd wat jullie tegenover deze Supra zien staan. Wellicht kunnen die tegen elkaar laten strijden. Misschien Porsche Cayman, iets anders. Laat hieronder in de reacties weten en wellicht pakken ze samen naast elkaar op. Voor nu, bedankt jullie voor het kijken en zie jullie graag de volgende keer terug. Tot ziens!